Intermark hier en we zijn hier weer met een nieuwe video van Euro Truck Simulator. Ja, jullie hebben even een flink stuk gemist, waaronder ik ook de pont overging. En waarom? Omdat ik mijn microfoon niet aan had. Dus in die gedeelte van de video was niks te horen. Ik ben mijn lompe kop ook. Maar ja, we gaan verder rijden nu in ieder geval. Ik heb daar juist zojuist wel IJsland bereikt, maar er is een flink stuk van de video verloren gegaan doordat ik geen microfoon had. En daar bouw ik dan weer ontzettend van. Maar ja, ik rijd nu even second person. Waarom? Omdat deze bochten zo kak zijn. Dat ik denk van, doe maar uiteindelijk niet. En het zijn echt ook slipperige bochten. Dus vandaar dat ik eventjes via dit gevalletje rijd. Maar ja, we gaan natuurlijk weer naar first person zodra we boven zijn. Dan heb ik wat meer grip op de situatie. En begint hier ook een beetje hard te waaien, merk ik. En natuurlijk zitten wij te wachten op update 137. Het duurt tig lang. Zodra dat daar is, ga ik ook mijn promots updaten. Zodat we dat ook weer gewoon kunnen doen. Even remmen, want dit is een scherp rotbochie. Ai. Ik vind dit toch maar niks op IJsland rijden. Nou ja, ik heb even geen andere keus. Zo, en we kunnen weer naar first person, want we zijn voorbij dat kakhaarspelbocht gebeurtetje. Blij toe, want het is niet echt fijn om in te rijden. Hier ook even rustig in. Het IJslandse dorpje. Lekker koud. Kon maar zo koud in Nederland zijn, maar ja, wij zitten minder dicht bij de Noordpool. Anders had ik graag wel wat strenge winters gezien. Nou, het bochtje is netjes genomen. Kunnen we weer eventjes aardig doorrijden. En ja, de dag dat ik dit ook opneem, ik eet vanavond lekker een gebakken aardappeltjes. Prijsje met roomsaus erbij. En dan een viscuisine. Dat is hetgeen dat ik vanavond lekker eet. Heerlijk. En ik maak natuurlijk zelf. Was er plan is uiensoep te maken? Ja, dat komt van de week nog eventjes. Moet ik het rustig aan gaan doen? Oh, dat was een drempel die ik niet door had. Nou ja, wel mooi dat sneeuwlandschap in de game. In de originele versie, de Simulation 1, kan je niet naar IJsland. In Promods wel. Drempel. Dan ben ik even iets langzamer. Want ik zag hem al van tevoren. In ieder geval, dit zou in het echt ook wel leuk zijn om een keer naartoe te gaan. Een mooi landschap van sneeuw. Wel oppassen, want er leven ijsberen in IJsland. Die zijn wel gevaarlijk. Het is flink bergbeklimmen met de vrachtauto. Maar dit zou misschien iets voor Born Aero zijn, IJsland. Beetje richting het hoge noorden. Ja, hij moet nog 779 kilometer, dus het is best nog wel een ritje door de wildernis. Maar dat gaat in alle tijden goed komen. Oh god, ik heb de hik, jongens, alsjeblieft. Help me aan of weet. Dit is een sneeuwgevechtje, dus ik kan een beetje gaan glijden, ik merk het ook. Dat het snel een vechtje is. Ah god, dit is een helling. Ik moet gaan klimmen. Flink klimmen. Ik zie er wel een 1, maar dat is denk ik de weg waar ik op rij.
Nou, we rijden weer. Alleen ik ga niet met superstellen dingen naar beneden. Dat doe ik liever niet. Oh, mijn god. Oeh. Oh, wat een rit is dit, zeg. Jeetje, mina nog aan toe. Ja, ik krijg het denk zo weer van die haarspelbochies. Dat wordt leuk. Niet dus. Fijn. Ik hoop anders wel dat ik snel een tankstation vind. Gelukkig hoef ik nog niet te tanken. Maar het is wel eventjes om bij te komen van de rit. En nu moet ik wel gaan remmen, want anders vlieg ik straks uit de bocht. En dat willen we niet. Dan begin ik nu al bijna te merken dat ik ook op zijn kant ga. Slipperig. Maar ja, gered. Een bruggetje over. Oh god. Yikes! Is er ook een ene drol te vinden in IJsland? Tap. Nee, ik ben de enigste voor nu. Ja, wel leuk om hier een keer een ritje te rijden. Smal bruggetje. Waar je maar met één vrachtauto over kan. Zo. Ik zie daar wel iets bovenop qua label. Benieuwd wat het is. Of het een rustplekje is of zo. Of het iets anders is. Geen idee. Ja, we gaan even kijken. En dan kan ik in ieder geval lang rouwen. Het is weer. Fijn hoor. Een lekker haarspelbochie. Ik ga even kijken wat dat is. Waar ik naartoe ga. Oh, het is een rustplekje. Nee, het zijn de IJslandse geizers. Ja, dit moet de geizers voorstellen. Verder dan dit kan ik helaas niet. Dus dan maar even keren. Over het steentje. Ik zit vast, jongens. Ik zit vast. Ik zat inderdaad vast. Ik zat een beetje vast nu, hoor. Jongens, dus ik moest eventjes losschrikken. Slimme actie. Ja, langzamerhand gaat het lukken. Langzamerhand gaat het lukken. Ik zie me even voortbewegen.
Nou, het wil niet echt lukken, jongens. Ik zit een beetje vast hier, dus ik ga me even zelf losfrikken. Nou, jongens, met een paar beukjes ertoe ben ik vrijgekomen. Dus dat scheelt me ook. Oh, halleluja, wat een... Wat een rit. Ik ga er niet meer in, hoor. Doeg. Ik ben met een paar beukjes uiteindelijk toch vrijgekomen. Dus dat scheelt mij wel weer. Maar we naderen een tankstation. Naast die best wel wat heb moeten klimmen. Moet het nog 665 kilometer, dus het kan nog eventjes duren. Voor we er zijn. Zo. Naar beneden. Ik heb een halfvolle tank, maar ik ga hem dus wel eventjes volgooien. Zo, even de tank volgooien terwijl een ander voorbij rijdt. Toch nog een levend wezen in IJsland. Dan ga ik de laatste ronde rijden naar mijn bestemming. Klein dorpje. En we zijn er voorbij. Pas op, lawinegevaar. Moet nog oppassen voor lawinegevaar ook, jeetje. Ho. Oh. Kon de hele tijd stoppen. Bij dit soort dingen had ik altijd liever wel eventjes tot het rode licht gedoofd is. Omdat je via één baan moet en je nooit weet of er een tegenligger aankomt, vandaar. Dus vandaar dat ik altijd even iets langer wacht, maar ik zie geen tegenliggers, dus ik ga eerlijk gezegd zo wel doorrijden. Ik kan in ieder geval langs gaan. Zo. En we zijn er langs, jongens. 100% leven ook al op 5 uur in de avond. Dus ik denk dat het zo tijd gaat worden om iets te eten. Dus als ik een parkeerplaats tegenkom, dan ga ik even stoppen of ik probeer gewoon even ergens aan de kant. Oh. Pas op, besneeuwde weg. Oh, ik krijg waarschuwingen. Nou, dan ga ik wel even naar 2. Want ja, dit is een besneeuwde weg, dus... Jij weet het maar nooit, het kan altijd misgaan hier. Dus hier neem ik het net voor het zeker voor het onzekere. En dat is dus zorgen dat ik niet crash, omdat het besneeuwd is. Hier, dan gaat mijn reis nog langzamer. Ai, ai, ai. Hoe dat maar? Oh, ging ik al bijna. Ja, ik rij heel veel zo, geen first person, want dit is echt een gladde weg.
ga ik ook niet harder dan zo veel. Kom ook zelfs moet ik die berg op. Nu dan. Oei oei oei. Moet ik geen tegenliggers hebben, want dan moet ik vol in de rem. Ik hoop dat ik er snel vanaf ben van die besneeuwde weg. We rijden hier midden in het sneeuwlandschap. Overal het ijs heen. Gelukkig staan de paaltjes, want anders zie je echt niet wat er is. Het leukste is, dit wordt een zigzagbochtje en daar heb ik zo'n hekel aan, vooral met deze wegen. Dus even rustig aan remmen. Hey, dit gaat gelukkig. Dat is mooi. Oeh, rust eraan. Deze kakbochies. Dit is echt niks voor mij. Want ik glij en glij en glij. Zo, thank God. Nou, het einde van de versnelde weg. Voor nu, dus dat scheelt ook weer. Eindelijk weer een normale weg. Zo, hè? Ik kan weer gewoon normaal rijden. De sneeuw die is weer van de weg af. Dus we kunnen weer gewoon een gasje op die lolly. En ik kan ook weer gewoon first person erbij pakken. Ik zou gewoon straks nog een besneeuwde weg krijgen. We kunnen er volgens doorrijden. Nog 530 kilometer te gaan. Momenteel. Dus dit is nog even flink. Kakstukkie. Wat een rit is dit. Nou ja, zodra we er zijn, zitten we in orde. Ja, van die kant kwam niks, dus dat scheelt. Korea reontdekt. Helaas zit ik midden in de stad, dus ik mag waar weer 60. Ah, het gaat een slaagtrekkerrangetje. Voor nu dan.
Zo, voor mij die rood. Dacht ik dat ik zag. Dan wacht ik al voor de zekerheid, want ik zag hem al aankomen. Ja. Verder naar de bestemming. Wat is dit toch een eind, zeg. Ja, de bus komt zo. Met een flinke vertraging. Even snel die stadgedeeltje door. Voor nu. Maar ik zie dat er een rustplekje aankomt. Dus daar rijden we ook eventjes in. Ik moet zeggen dat het wel een mooie omgeving is, IJsland. Als je het zo in de game ziet, in ProMod, dan hebben ze er flink wat aan gedaan. Nou, ik ga hier eventjes de paden nemen. Te groot of een klein tankstationnetje? Een kleine. Dan pak ik hem wel voorbij de... mechanic. Dan kunnen we daar vanaf daar weer verder rijden. Straks. Kijk nu even bij de mechanic staan. Zal ik in ieder geval mijn laatste gedeelte van de rit kan verder rijden na het eten. Ah, mijn god. Hier zo'n Helinky. Ik krijg dus ook weer zo'n zigzagbochtje als ik terug ga. Week het maar alvast. Kijk, mooi. Prima rustplekje. Zo, en we staan ingeparkeerd. En dan wil ik jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Mensen, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Waar we natuurlijk de laatste gedeelte van onze rit gaan doen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video.